Er zijn in de afgelopen jaren heel veel maatregelen genomen rond coffeeshops. Alles, de meeste maatregelen beperkten de consument in zijn doen en laten. Ofwel de voordeur van de coffeeshop ging steeds verder dicht. Dit is nu eindelijk een maatregel die openheid en transparantie voorstaat. Het is ook kenmerkend voor deze burgemeester om de kloof tussen de bewoners en de ondernemers te dichten. Ik weet dat een collega in Zwijndrecht pas heeft gedaan voor ouderen. Een soort open dag en dat dat een groot succes was. Ik neem aan, mensen lopen hier zo vaak voorbij. He, wij, mensen die niet naar binnen komen, dat ze best wel eens binnen willen kijken. Ik ga ervan uit dat wij zo laagdrempelig zijn dat als er klachten zijn dat ze binnenkomen. En ik denk ook dat dat de bedoeling is van deze maatregel. Maar dit is een instrumentarium om de bewoners en de ondernemer nader tot elkaar te krijgen. Ik vind het een prima gedachte. Wij stellen ons pand open op woensdag 11 maart tussen 2 en 4 en 's avonds tussen 7 en 9 voor de mensen die 's middags verhinderd zijn. We nodigen hierbij al onze volwassen buurtbewoners uit om dan te komen kijken. En uiteraard de burgemeester, de wethouders en de raadsleden zijn van harte welkom om ook een kijkje te nemen. En dan kunnen ze in onze koffieshop terecht voor een hapje, een drankje om eens rond te kijken. En hebben ze klachten, dan kunnen ze daarmee komen. En dan zullen we er alles aan doen om dat op te lossen. Wist je dat er vanaf dit jaar bewonersavonden worden georganiseerd in coffeeshops? Ja, dat heb ik op tv gezien, ja. Ja, en wat vind je daarvan? Nou, ik denk niet dat het nodig is. Waarom niet? Ik zou niet weten wat die mensen daar moeten doen bij die coffeeshop. Ja, eventueel klagen of informatie halen? Ja, ik denk niet dat het nodig is. Nee. Nou, waarvoor? Dat heeft dus vernut. Er zijn al zoveel avonden over geweest. De politie heeft er al een enquête over gemaakt en de scholen hebben er een enquête over gehouden. Ik zie niet wat er nog aan nodig is. Ik vind het wel goed. Want inderdaad, zowel bewoners als de coffeeshophouders moeten gewoon in gesprek met elkaar gaan. Zodat het duidelijk is inderdaad waar het vastloopt of waar de irritaties zijn. Dat wat daar staat, kijk. Ja. Dat is ook al 24 keer gemeld aan de gemeente. Daar wordt gepest aan gedaan. Maar ze lopen wel te oude rolturen over coffeeshops. Waar niemand last van heeft. Het is juist goed dat die dingen er zitten, vind ik. Anders gaan ze het allemaal op straat lopen verkopen en krijg je meer last, denk ik. Ja, ja toch?